meer dan 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Hier in het Haagse gemeentearchief liggen de verhalen van de bezetting en bevrijding opgeslagen in documenten, film en foto. Ik vond er onder andere de dagboeken van gerespecteerd bioloog en docent Bram Schierbeek, die in een bewogen en persoonlijke stijl schrijft over zijn bevindingen en die van zijn gezin. In 10 korte afleveringen ga ik vertellen over een aantal gebeurtenissen die onze stad overkwam. En daarbij zullen de dagboeken van Schierbeek steeds als een rode draad opduiken. Schierbeek schrijft hier veel geruchten van een op handen zijnde invasie. Maar het is dan pas april 1944. Op 6 juni zullen de geallieerden pas de Normandische kust bestormen. Schierbeek houdt het verloop van de invasie nauwlettend bij met aantekeningen en krantenknipsels in zijn dagboek. Zoals: het eindspel is begonnen, de uitslag is niet twijfelachtig. Alleen niet zeker wie er van ons doorkomt. Als in augustus de grote doorbraak in Frankrijk is, Parijs wordt bevrijd en later Brussel, denkt men hier in Nederland dat ook hier de bevrijding nabij is. 5 september 1944 wordt bekend als Dolle Dinsdag. Duitsers en NSB'ers vluchten massaal na foutieve radioberichten dat bijvoorbeeld Breda bevrijd zou zijn. Op deze foto's staan vluchtende NSB'ers op station Staatspoor die willen ontkomen. Pas aan het eind van de maand zullen grote gebieden in het zuiden veroverd worden na de mislukte operatie Market Garden. Doel was de belangrijkste bruggen over de grote rivieren te veroveren om zo Duitsland binnen te vallen. Eindhoven en Nijmegen worden bevrijd, maar de belangrijkste brug over de Rijn bij Arnhem zal na felle gevechten in Duitse handen blijven. Ter ondersteuning van Market Garden had de regering in Londen opgeroepen tot een landelijke spoorwegstaking om de Duitse transporten te treffen, maar ook de normale. Duitsers hadden ook gewaarschuwd dat hierdoor de voedselvoorziening voor het bezette Westen ernstig in gevaar zou komen, wat ook zou blijken. Hoewel de oorlog voor Duitsland op alle fronten desastreus verloopt, gooit men niet de handdoek in de ring. Integendeel, men verhardt zich. Normale rechtspraak houdt op en de Duitsers tonen hun ware gezicht door op grote schaal terreuracties uit te voeren. Een tragisch voorval is dat van de 14-jarige Keesje Groot, die na het stelen van 2 zakjes puddingpoeder hier op het Spui voor de kruidenier door een vuurpeloton wordt doodgeschoten. Zijn lichaam blijft 2 dagen als voorbeeld liggen met een bord om zijn nek: ik mag niet plunderen. Opsporing, arrestatie en berechting ligt nu volledig in handen van de Sicherheitspolizei. Bij aanslagen worden personen van gevangenenlijsten gehaald en gefusilleerd als represaillemaatregel. Dit overkomt 12 jongens die uit het Oranje Hotel worden gehaald en hier ter plekke, op de stoep, op de Laan van Nieuwestinië nummer 3 worden doodgeschoten. Dit als vergelding na een aanslag op een Duitse militair. Hetzelfde gebeurt hier op de Parallelweg, waar 12 Todeskandidaten worden doodgeschoten na een aanslag op 2 Duitse militairen die van hun wapens worden beroofd. Wie waren de slachtoffers? Lange tijd ging er ervan uit dat het verzetsmensen waren. Maar dat bleek maar bij 1 persoon zo te zijn. Ze hadden beroepen variërend van slager tot operazanger. Naast de openlijke Duitse terreur komt er een voedselschaarste waar ik eerder over sprak. Niet alleen voedsel, maar de gehele distributie voor de eerste levensbehoeften komt vrijwel tot stilstand. Er ontstaat een tekort aan alles. Geen voorraden meer per spoor vanwege de spoorwegstaking. In december nauwelijks per boot vanwege de strenge vorst. Ook neemt de energietoevoer enorm af. Geen kolen meer uit het bevrijde Limburg. Gas wordt afgesloten in oktober en aan de elektriciteit voor particulieren komt in november een eind. De Hagenaars zijn ondanks de rantsoenering de oorlog redelijk goed doorgekomen tot aan de winter van 1944. Maar dat verandert nu, radicaal. Er ontstaan initiatieven voor hulp, centrale keukens
En kerken bieden voedselhulp aan de meest zwakkeren. Bedrijven kopen voedsel in voor hun personeel waar nog voedsel te vinden is. En zelfs Zeiss Inquart stemt toe dat ondervoede kinderen op transport worden gesteld naar de bevrijde gebieden. En wie het kan betalen, koopt op de zwarte markt. 70 kilo aardappelen kosten zo omgerekend 2000 euro. In dit dagboek van mevrouw Van Harenskarspel worden de prijzen bijgehouden. Men denkt in die maanden alleen nog maar aan eten. Bij mijn vader thuis hadden ze een afbeelding van etenswaren op de muur geplakt. Je fantasie moest het maar opeten. Ook herinnerde hij zich de slagcreme bij IJsselon Florentia. Dat niet meer was dan een soort opgeklopte suikerbietenwater. Wat eventjes de maag vulde, maar geen enkele voedingswaarde bezat. Men had een dagtaak om aan eten te komen. En iedereen kent wel de foto's van de hongertochten naar het platteland. Maar ook de roof uit de huizen van het hout, bewoond of niet, om thuis de kou te verdrijven of om het eten op de noodkacheltjes te verwarmen. Veel Haagse bomen verdwenen in de kachels. Onder de ouderen, zieken en armen die niets te ruilen hebben of geen geld hebben om eten bij te kopen, vallen de meeste dodelijke slachtoffers. Om een nog grotere catastrofe te vermijden, en mede door de smeekbeden van onze regering in ballingschap, komen er onderhandelingen tussen de geallieerden en de Duitsers om het hongerende West-Nederland te helpen. Maar daarover meer in de laatste aflevering, waarin de redding van boven komt en wij eindelijk bevrijd worden.